Troy de trein. Hoi daar, Troy. Het is inderdaad winderig vandaag. Perfect om te vliegeren. Goed idee. Ik weet zeker dat Teddy mee wil gaan. Laten we haar gaan halen. Oh, Troy. Zo te zien heeft de wind het dak van het pakhuis beschadigd. Goed idee. Ik denk dat Teddy kan helpen repareren. Hoi Teddy, de wind heeft een deel van het dak van het pakhuis beschadigd. Troy wil het repareren, maar hij heeft wel jouw hulp nodig. Heb je een idee? Perfect, laten we aan de slag gaan. Dat is perfect, Troy. Teddy heeft je in een springtrein veranderd. Goed bedacht, Teddy. Veiligheid eerst. Laten we het dak repareren. Oké, Troy. Hoe ga je op het dak komen? Natuurlijk. Je gaat je veren gebruiken. Dat is heel cool. Hoe hoog kan je springen? Je moet het spijkerpistool gebruiken die Teddy aan je heeft gegeven, zodat je het vast kan maken. Kom op, Troy. Je kunt het! Goed werk. Goed om te zien dat jij het leuk vindt. Goed werk, Troy. Het dak is gerepareerd. Wat nu? Wil je vliegeren met Teddy? Ik weet zeker dat ze dat heel leuk vindt. Doeg, Troy. Doeg, Teddy. Tot de volgende keer.
de trein. Hey Troy, ga je naar het treinstad Halloweenfeestje? Leuk! Iedereen is opgewonden erover. Tina, wat is er? Heb je een reuzenpompoen buiten de stad gevonden? Wauw! Oh, hij is te groot om te dragen. Wil jij Tina helpen, Troy? Maar wat heb je nodig om de pompoen te dragen en te snijden? Oh, goed idee. Laten we Teddy vragen. Wacht hier, Tina. Troy is zo terug. Hey Teddy, zijn die kattenoren je kostuum? Ziet er goed uit. Maar Teddy, we hebben je hulp nodig. Tina zag een reuzenpompoen buiten de stad. Wauw. Helaas is de pompoen veel te groot voor Tina om te tillen en te snijden. Kan jij helpen? Wat is je plan, Teddy? Oh, ga je Troy's graafmachine gebruiken? Goed idee! Nu kun je de pompoen tillen, Troy. En lasers kunnen de pompoen snijden. Klaar om een megalantaarn te maken, Troy? Snel, Troy. Tina wacht op je. Oké, Tina. Laat eens zien waar de pompoen is. Wauw, Tina. Dat is een grote pompoen. Wat is er, Troy? Kan je hem tillen? Oké, Troy, maar wees voorzichtig. We kunnen beter snel terug naar Treinstad, voordat je hem laat vallen. Wat zeg je, Troy? Ik versta je niet. Ik versta je nog steeds niet, Troy. De pompoen staat ervoor. Oké, goed plan. Neem de pompoen mee naar Treinstad. Daarna kunnen we weer praten. Woehoe! Dat was even hard werken, of niet? Maar nu het leukste deel, de pompoen snijden. Eerst de bovenkant eraf. Goed. Kijk al die pompoenrommel. Begin maar even met uitscheppen, Troy. Sorry, Tina. Troy, wees voorzichtiger. Oh,
Je bent klaar. Dan komt nu het leukste. Het gezicht. Goed werk, Troy. Dat is de beste lantaarn die ik ooit heb gezien. En ook de grootste. En hij is klaar voor Halloweenavond. Maar Troy, het wordt donker. Hoe kan iedereen de pompoen zien? Oh, Teddy heeft je iets gegeven. Wat is het? Perfect. Dat moet de truc zijn. Wauw, je hebt goed werk geleverd, Troy. En Tina, bedankt voor het aanwijzen van de grote pompoen. Maar de echte Halloween-held is... Nou, het is Teddy. Jij kwam om Halloween te vieren. Goed om je te zien. Fijne Halloween-treinen. Geniet van de avond. Wauw, ik wist niet dat Treinstad vanavond het Chinees nieuwjaar ging vieren. Hoi jongens, gaat alles goed? Oh, het is bijna middernacht en het is tijd voor Teddy's speciale vuurwerkshow. Cool! Is iedereen klaar? De show gaat beginnen! Wacht, is het nu al klaar? Inderdaad, Troy. Er gaat iets niet helemaal goed. Laten we het aan Teddy vragen. Hoi, Teddy. Gaat alles goed? Heb je een probleem met het aansteken van het vuurwerk? Oh, dat is jammer. Maar Troy is er. Hij kan je helpen. Troy, Teddy zegt dat je de berg op moet rijden om daar alle vuurwerk aan te kunnen steken. Het probleem is dat je nog maar 5 minuten hebt voor middernacht. Dus, jij gaat vliegen, Troy. Troy, je bent een echte vliegfanaat. Maar je hebt nog wel wat accessoires nodig. Je zult het vuurwerk aan kunnen steken met deze kaars. Geef je power een boost, Troy. Ze zullen dan beter gaan werken. Bedankt, Teddy. Kom, Troy. Geen tijd te verliezen. Heb je het vuurwerk gezien op de berg, Troy? Daar staat het. Oh.
Oh jee, de wind is wel heel sterk. Troy, gebruik je power. Het werkt. Phew. Het is gelukt. Daarom kon Teddy het vuurwerk niet aansteken. Nou, Troy, je hebt nog een paar seconden om het Chinese nieuwjaar in te luiden. Je weet wat je moet doen. Vijf, vier, drie, twee... Precies op tijd. En daar is Troy. Heel erg bedankt, Troy. Je hebt het Chinees nieuwjaar gered. Heel erg bedankt, Teddy. Het vuurwerk was weer prachtig. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Tot de volgende keer.